Schrijf op een manier die bij je past. Kijk, ik ben iemand, ik moet altijd een eerste zin bedenken. En als die goed voelt, dan ga ik naar de tweede zin. En dan ga ik naar de derde zin. En dan zo ontstaat dan langzaam dat gedicht. Maar er zijn ook mensen die willen eerst alles opschrijven waar ze het ongeveer over willen hebben. En dan beginnen ze met het gedicht. Het ene is niet beter dan het andere. Je moet gewoon even gaan uitzoeken wat bij je past.